Beste kijkers, welkom bij de seizoensouverture van WHC. Zij speelden hun eerste wedstrijd tegen RTC uit Putten. Bij de ploegen op papier natuurlijk mensen binnengehaald. En kijken wat daaruit gaat komen in de rest van de competitie. Maït Doufikar, afkomstig van Go Ahead Kampen en de Boeders Nakarigota, zijn ware plaaggeesten. Ook natuurlijk WHC heeft gewinkeld bij AGOVV en bij de Eagles bij HTC. En daar zal ook een team van moeten worden gebrouwen. Bij de teams niet al te best in de voorbereiding. Niet de eerste aanval van Putten wordt afgeslagen. En ook in het bekeravontuur heeft WHC nog weinig laten zien. En zal nog moeten groeien wat betreft groep. Dan de vrije trap van Dongen. Het schot. En hier gepakt door Arjan Vroef. Het eerste visitekaartje, of het waarschuwingsschot, werd al snel gegeven in de wedstrijd. WHC, het had het moeilijk. Het eerste half uur. Putten achterin. Sterk, ook fysiek. Opbouw gaat over veel schijven. Veel beweging. En WHC heeft daar moeite mee. Laat zich dan wat terugdringen. En hier wordt half verdedigd. Maar kan Putten hier geen voordeel uithalen. Omdat dat het been van Hein Daalmeijer in de weg staat. Dan Putten via de rechterkant. Er komt de voorzet van Bresser. En daar is het hoofd dan van Dongen. In eerste instantie kan Arjan Vroef de bal nog pareren. Maar ja, gelukkig voor de speler van Putten komt hij recht voor hem terecht. En met deze kans weet Van Dongen wel raad. En maakt hem prachtig af. Dan zijn we een kwartiertje onderweg in de wedstrijd. En dan blijft Putten gewoon drukken op het doel van WHC. Hier is net het voetje tekort. Het was ook dorstig weer deze middag. Hier laat De Vries zijn man lopen. En kegelt hij daar Da Costa onderuit. En dan tovert een scheidsrechter Fikkert uitgelegd door de gele kaart aan Jason Huisman. Vrije trap. Weggekopt. Nu dan misschien de aanval van WHC. Met Henk Baum. Linkerkant is het Jolle Stel. Nou, dan gaat hij op het doel af van Ben Lazen. Dan wordt hij getorpedeerd daar in de 16. En ja, wat zal dan de kleur van de kaart zijn? Het leek van de zijkant dat het geen overtreding was. Maar deze beelden ziende. Als we zien hoe de doelman inkomt met beide benen. En dan een gele kaart. En dit had ook een andere kleur kunnen zijn. Magmurov zal de pen denk ik nemen op zijn beroemde wijze. Magmurov geblesseerd begonnen, of lichtelijk geblesseerd begonnen aan de wedstrijd. Maar dit doet hij prachtig. En dan het bekende gebaar met de handen omhoog. En dan op melkbushoogte in de linkerhoek. En zo staat het 1 tegen 1. Dan zijn we 32 minuten onderweg. Dan heeft WHC een iets betere fase in deze wedstrijd. Dan komt hier het schot van Hubbers. En ja, hier is dan Galit Ben Lazen die prachtig redt op het schot van Hubbers. En zo kan je na een slecht half uur maar zo voorstaan vlak voor rust met 2 tegen 1. Dan zet Putten nog een keer aan. Hier wordt het wel verdedigd. Dan weer een mogelijkheid. Een mogelijkheid is rustig een kans voor Putten. Om voor rust nog de score hoger te laten staan dan die al was. En zo gaat deze wedstrijd richting de rust. WHC gaat het nog een keer proberen. Maar dan is het einde van de eerste helft. En gaan we rusten met stand van 1 tegen 1. Dan de tweede helft. Beide ploegen kwamen onveranderd uit de kleedkamer. WHC zag nog wel dat Tanju Sahin, die deze week kwam richting de Weesbus, op de bank zat en toch speelgerechtigd was.
Vrije trap van de sterke Reza Garigota. Zijn verdediging goed leidend. En ziet het. Putten blijft gewoon de druk houden op de Wezepers. De linkerkant is ruimte, maar wordt gekozen voor het centrum. En dit schot, daar was Vroef de warm van. Ook deze zaten ertussen bij Putten. Druganovic, half geraakt. Daalmeijer. Zo blijft het moeilijk. U ziet het aan de beelden. Nu is het Kalai die op avontuur gaat. En dan wordt dat schot van richting veranderd. En hier kan een doelman niks aan doen. Hier baal je verschrikkelijk van. Maar het is wel een score. Spreek inmiddels de 50ste minuut van de wedstrijd. Het schot van Kalai van richting veranderd. En zo leidt dus Putten na 50 minuten met 1-2 in Wezep. Mahmoudov dan. Had ook zo'n momenten waarvan je denkt als hij fit is, dan heeft hij die bal. Draganovic op het lichaam van Da Costa. En dan lijkt hier een score uit te ontstaan. Maar goed, verdedigend werk van Hein Daalmeijer. Is het gevaar niet geweken. Bal komt nog wel voor, maar dan wordt hij verdedigd door Schoenmakers. Is dit gevaar voor de Wezepers weer weg. Later past de WAC nog wat wissels toe. Het ging dan wel iets beter. De voorzet van Potkamp. En hier komt Stel te laat. Dan is het Ben Lazen die de bal klein vast heeft. Ook de lange bal die Putten hanteerde. Ziet u, ook zij hadden daar af en toe last van. Maar men blijft vechten om die bal. Men loopt een stapje harder. Fysiek was het ook beter. En hier is het dan Draganovic die verdedigt. En zat Draganovic daar niet bij. Dat was zeker een score geweest voor Putten, want wat een vrijheid stond daar. Bas Bloemen. Dit schot mist de kracht en de richting. Opening op de rechterkant. Dit is dan Mahit Doufikar. Doganovic uit de tent gelokt. En wat makkelijk kan hij hier de 1-3 aantekenen. Invaller Maarten Boeven. En dan zeg je ja, het is 1-3. Maar hoe je de goal weggeeft. En natuurlijk vieren zij het feestje. Wordt dan nog erger voor de Wezepers. Voorzet. En de kopbal op de paal. En dan is het genoeg. WRC verliest terecht met 1-3 van Putten. Ja, Arie, jullie hadden zich een andere start van de competitie voorgesteld. Maar tot aan het doelpunt hadden jullie het erg moeilijk. Ja, ik kom met eigenlijk mijn penalty, scoorde 1-1. Terecht penalty en dan de tweede helft krijg je zo'n ongelukkige goal tegen na 3 minuten volgens mij. En dan ben je aan drukken, drukken, drukken en dan scoor je niet. Ja, en dan krijg je hem gewoon tegen, dat is normaal. Ja, je geeft wel erg snel gas, want je zit al bijna aan het einde van de wedstrijd. Ja. Maar ik ga even de periode pakken van het begin van de wedstrijd tot aan het doelpunt. Wat gaat er mis? Ik heb de ploeg Putten gezien, die is fysiek ook sterk en die heeft veel kaarten opgelopen. Dus die deelt af en toe vooruit, je hebt dat meegemaakt. Op een gegeven moment zie je toch weer die lange bal, het lukt niet. Nee, ze zitten gewoon zitten goed vast. En ik denk dat wij daar gewoon nog een beetje moeite mee hebben om daar uit te komen, om de voetballend uit te komen. En dan krijg je die goal tegen. Je let gewoon allemaal gewoon, let je gewoon niet op. En ze nemen een snelle vrije bal. En dan kan je het gewoon niet meer belopen. En dan staan ze verdiend op 1-0 voor, denk ik. Ja, dan blijft het moeilijk. Je zei het al, WAC krijgt een cadeautje. Mijn Putten krijgt ook een cadeautje. Werd dus 1-2. En daarna ja, blijft het moeilijk. Ook ondanks de wissels die nog toe zijn gepast.
Ja, want op een gegeven moment dan besluit je om te gaan pompen, melden bij en Jolf. Maar die lui, die hebben ook, zoals je zag, die hebben ook gewoon lengte. Dus het is niet vanzelfsprekend dat als je hem pompt, dat die bal goed terechtkomt en dat je hem wint. Ja, en dan komen ze er gewoon elke keer uit met een counter. Ja, lastig. Ja, moeilijk beginnen, Adi. Ja, zeker. Had je dat ook een beetje in je hoofd voorafgaande deze wedstrijd? Want er zijn toch voor heel veel nieuwe jongens binnengekomen. Voorbereiding niet zo best en moet je deze wedstrijd in? Ja, kijk, op het moment dat je ziet dat voetbal op zaterdag, dat je ziet dat je gelijk tegen Putten moet. Dan weet je wel gewoon dat je een zware wedstrijd krijgt. Ik bedoel, met alle respect, alle ploegen zijn goed, maar Putten is gewoon... Ja, dan weet je gewoon dat je het zwaar krijgt. En, ja. Goed. Nou, volgende week de oma maar omhoog tegen Staphorst. Ja, dat moet zeker beter. Adi, bedankt. Geen dank. Hoorde dus de Gaanervies over de wedstrijd. De seizoensouverture gaat verloren met 1-3. Nog niet al te best van WHC, maar goed, de competitie is nog erg lang. 1-3 wordt hier de eindstand tussen WHC en Putten. En volgende week gaat WHC op bezoek in Staphorst tegen Staphorst.